jongens. Welkom bij weer een nieuwe video. We zitten vandaag lekker in het nieuwe parkje dat ik vorige aflevering gemaakt heb in Content Veen, jongens. Bij de prachtige kerk en bij mijn poging tot een kruis. Oh, wat een mooi kruis. Maar leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag heb ik een opdracht voor jullie als koning. Geef ik jullie het bevel om even te abonneren en om even te liken. Als we niet de 3000 likes halen deze video, dan zou ik Gerard de Panda zou ik ophangen. Het wordt in één keer heel duister, Content Veen dan hoor. Wow, het zat ineens heel duister. Ha. Maar goed, wat gezellig dat we weer met z'n allen op mijn video geklikt hebben. Hè? Je bent gewoon elke levenskeuze die jij ooit in je leven hebt gemaakt, eindigt. Nou, niet eindigt, heeft jou hier naartoe geleid. Hoe leuk is dat? Ben je gewoon hier terechtgekomen? Laten we even bij Berend en Berendina kijken of alles goed gaat met ze. Of ze nog een leventje lekker aan het leiden zijn. Jongens, hoe is er met jullie? Ze zijn intiem bezig op het bed. Ik ga maar snel weg. Elke keer als ik binnenkom gebeurt er wel wat intiems bij hun. Zal Willy er ook nog zijn? Willy de Wilde Dorp... Ja, Willy de Wilde Dorpsgek, daar is hij. Willy, zit je lekker aan het kampvuurtje, jongen? Ja, lekker is het, hè? Lekker. Moet ik wat voor je maken? Wil je wat hebben of zo? Nee, hè? Dat heb je helemaal niet nodig. Hij doet gewoon, maar hij is gewoon. Hij is gewoon. Ik denk dat dat de beste benaming is voor hem. Hij zit ook echt op de stoel daar. We houden van Willy. Vertel hem maar even wat je het leukst vindt aan Willy in de reacties. Ik moet jullie maar gewoon laten reageren, anders is het niet leuk. Oké, de planning voor vandaag. Wat gaan wij doen? Ik denk dat het tijd is voor mij... Ik denk dat het tijd is om voor mij de muren een keertje af te maken. Want dat mag wel eventjes gebeuren. Daar klaagde ik vorige aflevering al over. En ook een paar afleveringen geleden al. Dat ik die muren gewoon echt even een keertje af moet maken. Oftewel, laten we dat dan ook maar gewoon eventjes doen. En ik heb hier al een timelapse over gemaakt. En eerlijk gezegd gaat het er niet heel bijzonder uitzien als ik een beetje paaltjes omhoog maak. Enig probleem is dat ik... ik heb geen steen meer. Althans, bijna geen steen meer. En om het nou weer van Maurits te stelen... zie ik ook niet zo... graag nog een keer gebeuren. Dus we gaan even minen. Zo, en het is letterlijk gewoon minen voor stenen. Niets meer. En ik heb shulkerboxes bij me. Ook al zitten die al behoorlijk vol. Maar dan kunnen we in ieder geval wat extra dingen, ja, opslaan. Oh, maar ik heb helemaal geen ruimte eigenlijk. Oh mijn god, ik ben echt een ei. We gaan even ruimte maken. Ik heb hier 3 shulkerboxes met zoveel troep erin zitten, jongens. Dat ik niet weet welke mee moet. Ik bedoel, bijna alles hierin kan weg. Als ik ga het ook gewoon weggooien nu ook. Het glas wil ik houden. Die shards wil ik houden. Dit glas houden. En voor de rest, ja, wat hierin zit is niet zo bijzonder. Zo, dan hebben we in één keer een lege shulkerbox. En nu gaan we even heel veel steen hakken. Oké, jongens. Ik ben hier heel veel cobblestone aan het smelten. Echt heel veel. En aan deze kant ook. En aan deze kant ben ik allemaal koper en allemaal ijzer en goud aan het smelten. En voor de rest heb ik ook allemaal cobblestone nog hier. Echter heb ik allemaal copper ores gekregen van het universum. Van Nathan dus gewoon, ja. En ik dacht, laat ik die nou eens gewoon een keertje gaan hakken. Maar hoe kan ik dat het leukst doen? En ik dacht, laat ik er een hoge toren van maken. Kijk nou wat een prachtige toren dit is, jongens. Ik denk, als ik het op deze manier plaats, hoef ik het alleen maar zo te hakken. En dan krijg ik gewoon het koper eruit. En dat is best wel simpel. Wat een makkelijke manier om lekker koper bij elkaar te rapen zo. Ik had nog zoveel van die koperen dingen. Ik denk dat ik hier echt heel veel uit ga krijgen, jongens. Ik denk dat ik hier echt heel veel koper uit ga krijgen. Zeker omdat je met fortune en koper... Ik weet niet wat het is, maar dat is nog erger dan kool en redstone en zo. Dat is gewoon zoveel krijg je eruit. Ik heb er niet eens meer de ruimte voor. Letterlijk al het kool wat, of al het koper wat nu verschijnt is gewoon... Ja, er gebeurt niks mee omdat mijn hele inventory al vol zit met koper, jongen. Oh, maar deze. Ik moet even ruimte snel je voor gaan vinden. Kijk hoeveel er... Het ligt zoveel koper, jongens. Oh, ik heb daar geen ruimte voor. Oh, jawel, wacht. Oh, snel zo. En dan dit allemaal oppakken. Het zijn allemaal stacks. Juist. Oké. En nu moet ik dit allemaal gaan verbranden, hè? Wat heb ik aan zoveel koper? Wat ga ik hier aan hebben? Jij kan mijn bel... Ja, misschien als ik ooit nog een keer een kerkbel nodig heb of zo, kan ik hem vullen. Laten we dat hier allemaal bijdumpen gewoon. En dan heb ik hier nog deze... Ik dacht dat ik er veel meer had. Zit het in een andere? In welke zit dat? Ah, kijk, hier zit het. Hoppakee. Die hadden we nodig. Die douwen we ook allemaal hierin. Ik heb hier echt niks aan. Oh, dit gaat echt te veel worden. Alleen maar XP. En ik heb ook gewoon niet genoeg kool om dit allemaal te doen. Hoe staat er met mijn steen voor? Ah, kijk eens aan. Ja, dat is nog eens goede toeie, jongens. Zo, ik heb al die shulkerboxes die ik had. Dat hele zootje heb ik even zo goed als leeg gegooid. Ik heb alleen belangrijke dingen heb ik gehouden. En alles wat niet zo belangrijk is, heb ik gewoon helemaal geleegd. Gewoon in mijn kisten gegooid en hoef ik niet meer rond te kijken. Pas wanneer ik het nodig heb weer. Zo, dan kijken we even naar het laatste beetje steen dat we eruit kunnen halen. Hoppa. Mijn kool, dat is zo goed als op, jongens. Ik denk dat ik dit kool even opoffer.
koffer en dan hierbij gooi. Want ik heb het steen eerder nodig dan dat ik al die koper hier nodig heb. Nou, en laten we aan de slag gaan met deze muur. Mag wel even gebeuren, want er zitten nog zoveel... Nou, ik wil zeggen gaten in. Hij is gewoon nog niet opgevuld. Het kan niet eens meer gaten noemen. Kijk, hier was ik gebleven bij dit gedeelte. Cobblestone en stone heb ik nodig. Nou, laten we 5 stack van alles pakken. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, 6. 6 stack van alles. Dan moet ik ook nog even wat van dit hier die maken. Hoppakee. Nou, om het goed te maken moet ik dan hier ook weer 2 van pakken. Want kijk, ik heb hier de randjes. Daar moeten nog stairs op en dat mist daar nog. Nou, laten we aan de slag gaan en zien wel hoe ver we komen. Nou, we zijn weer een uurtje verder. En jongens, al mijn stenen zijn gewoon op, hè. Althans, mijn cobblestone niet, maar mijn normaal stone is helemaal op. Oh, dat gaat te veel steen in die muur heen. Maar laat ik even mijn progressie zien. Hij is nog niet helemaal af, wat ik wel heel graag wilde. Maar dat wordt gewoon te veel werk om voor deze aflevering te doen. Overigens is de hele binnenkant is wel klaar. Dat mag ik wel zeggen met trots. De hele binnenkant hier ook nu voortaan is gewoon netjes afgewerkt. Zoals je kan zien. Het ziet er helemaal gewoon af uit. Dat is wel fijn. Dat elke keer als iemand binnenloopt in ieder geval, kan je geen gaten meer in de muur vinden. Geen blokjes die missen. Dat is allemaal gedaan. Vrees ik trouwens, ik mis vuurwerk. Ik weet niet of jullie door hadden of zo deze aflevering, maar... Ik heb nog in 1 keer gevlogen, want ik mis vuurwerk. Dat is ook op. We zijn weer arm. Maar de binnenkant is niet het enige wat ik heb gedaan. De voorzijde hier is ook gedaan, jongens. Ja, als je nu langs deze prachtige farm hier loopt, dan heb je ook gewoon een muur in plaats van pilaren. Nou, hoe leuk is dat? Dat is wel een goede toevoeging, hè? En als je het hoekje omgaat, heb ik zelfs ook al een heel gedeelte gedaan. Hier helemaal, ja. Kijk, dit is ook al helemaal muur. In plaats van, wat ik net al zei, alleen maar pilaartje. En dat loopt nog even voorbij die toren daar. En vanaf daar was mijn steen gewoon weer op. En het heeft gewoon echt meer dan een normaal stack aantal stone gekost. Dit slaat echt nergens op. En een stack, of meer dan een normaal stack, maar dat slaat echt nergens op. Een chest vol normaal steen en een chest vol met cobblestone heeft gekost. Oftewel gewoon 2 kisten vol steen. Ja, dat is best veel, ja. Nu zijn er natuurlijk nog een paar dingen. Ik moet daarbij Berend en Berendina, die lekker bij elkaar thuis zitten, is er een inrichting nodig. Maar, wat ik ook in gedacht had, hè jongens, wacht, moeten jullie even kijken. Je hebt hier natuurlijk mijn kasteeltje. Die staat hier zo mooi, met de kerk en de hele muren en weet ik veel wat allemaal. En ik zag hier nog best wel een grote mooie ruimte. En ik dacht, wat zou ik daar nou eens gaan bouwen? Stad, andere dingen. En toen bedacht ik me, wat nou als ik hier een arena maak ter grootte van ongeveer dit? Ik denk een soort ovaal rondachtige arena, mini colosseum, kan ik het een beetje noemen. Ik moet wel oppassen dat ik hem niet te groot maak, want ja, hè, ik heb maar een beperkt aantal ruimte binnen die muur. Maar als ik dat doe, en dan voor de rest natuurlijk overal huisjes en zo gaan bouwen, dicht op elkaar, ver van elkaar, dan is er niet, want kijk, je hebt nu hier twee grote, je hebt een groot kasteel en een grote kerk, maar voor de rest, als ik hier alleen maar huizen zou bouwen, dan zou het out of proportie voelen. Uit proportie, hoe zou je dat noemen? Omdat er hier groot, groot en kleine dingen allemaal. Dus als ik hier ook nog iets groots bouw, dan voelt het een beetje verdeeld. En dat bevindt zich hier. Enige probleem is dat wederom, net zoals elke andere build die ik altijd doe, is de omgeving nou niet echt, ja, klaar voor dit. Het is allemaal hobbelig en weet ik wat. Dus als ik het zou moeten doen, zou ik uiteindelijk hetzelfde moeten doen als dat ik bij de kerk daar gedaan heb. En dat is natuurlijk het plat maken en dan met een poep een klif naar beneden. En dat zou op zich ook wel leuk kunnen zijn. Want ja, hè, dan komt het ook vaker terug dat het landschap dat hier heeft. Maar dan moet ik wel heel zeker zijn van mijn zaak. Laten we in ieder geval even de bomen weghalen hier. Dan kan ik hier al, dan kan ik het al veel beter beoordelen. Een gave grote colosseum hier of zo. Een gave grote colosseum. Gewoon een grote arena, weet je. Hoe lijp zou dat zijn? Als ik dan ooit een keer iemand uitdaag om een gevecht mee te houden of weet ik veel wat. Er komen mensen hier bij mij en ik wil ze gewoon laten vechten of zo, hè. Het zal wel. Dan kan dat gewoon voortaan. Dat was voortaan als dat colosseum er staat. Ik moet trouwens ook de kerk nog inrichten. Maar jullie kennen me, jongens. We gaan niet één project afmaken. Dappels beginnen aan de volgende. Nee, nee. Alles door elkaar heen. Hey, begin aan dit project, wat het andere project nog niet eens klaar is. Oh mijn god, ik heb me echt, denk ik, een beetje vergist in hoeveel werk het zou zijn als ik alle bomen wil weghalen. Ik ben nu met dit bezig. Hier dit kleine hoekje. En ik heb al bijna 2 stek hout. Basically 2 stek hout. En ik heb echt nog maar 3 bomen of zo weggehaald voor mijn gevoel. En dan moeten ook al die paddenstoelen moeten ook nog gedaan worden. Maar gelukkig beginnen we met dit hoekje. Ik haat deze bomen echt. Ik bedoel, kijk, het geeft veel hout. Dat is hartstikke leuk en zo. Maar deze bomen, jongens, die zijn zo vervelend om weg te halen. Deze is ook wel echt extreem, moet ik wel zeggen. Qua hoe groot die is. Maar het vervelende is dat het hout overal zit. En als je dat hout niet weghaalt, dan gaan de blaadjes ook niet weg. Dus je moet echt opletten. Kijk, bij wijze van ben ik nu een blokje hout vergeten. En dan zullen al die blaadjes zullen gewoon niet verdwijnen. Maar ik neem de gok dat ik wel gewoon al het hout heb weggehaald. En ik zag al wat dingen verdwijnen. Ja, kijk, het verdwijnt al. Althans, volgens mij
Ja, ik zie daar blaadjes verdwijnen. Top. Alright, we hebben inmiddels al heel wat hout en weet ik wat extra blokken we allemaal ervan krijgen. Vooral hout en saplings. Maar er is best wel veel weg. En ik moet zeggen dat er toch wel op zich wat ruimte is al. Dus als ik hem zeker als ik hem dicht tegen de muur aanmaak en gewoon dicht in het hoekje hier, dan zou het in principe wel gewoon kunnen hoor, jongens. Een ovale arena. Als ik hem dan net zo hoog maak als dit, bewijs van dat dit het niveau is. Hier, zo. Dan moet je je voorstellen, het pad zit ongeveer op deze hoogte. Zo zou je maar een heel klein laagje extra moeten maken. Of hoe noem je dat? Een heel klein klifje. En dan dit alles plat walsen natuurlijk. En dan de muur gewoon nog doortrekken naar beneden, waardoor die wat hoger is. En dan kan het gewoon. Dan is het allemaal geen probleem. Dus ik denk dat ik dat dan ook doe. Ik moet dit natuurlijk weg. En dan haal ik even dit zo weg hier. Puur voor mezelf, zodat ik weet, oké, dit is de lijn die ik bedoelde. Weet je, dit is de hoogte. Even kijken hoor. Ga ik het nu al plat walsen hier? Of, ja, laten we dat maar gewoon doen. Oh, wat is dit ook eens. Dit is echt het meest simpele werk wat er is. Normaal vind ik dat ze af en toe even blokken plaatsen, maar dit, gewoon een beetje berg weghalen. Simpeler kan het gewoon niet. En, oh, het valt mee hoeveel dirt het is. Of heb ik het allemaal nog niet opgepakt? Ah, daar heb je het al. En zometeen wordt het vervelend, want als het goed is, komt er dan ook steen bij kijken. Ja, kijk dit. Oh nee, dan wordt het wel vervelend. Dan gaat het in één keer een stuk minder snel. Hé, maar stop, want ik heb weer steen nodig voor de muur. Ah, en voor dit natuurlijk. Voor dit hele, ja, wat weet ik hoe je het wil noemen. Die cliff. Gaat er wel heel lelijk uitzien, moet ik zeggen, met dit hier. Dat wordt wel even, de natuur moet ik wel eerst echt even mooi maken. En dan moet ik pas de arena maken. Anders dan kan ik me niet met mezelf leven dat ik de natuur zo verpest heb. En dan daar wat probeer te bouwen. Het gaat er echt niet uitzien anders. Nou, moet de eerste lading dirt ook al hierin stoppen. Hoppakee. Wat een werk, hé. Oké, dirt is allemaal weg. Dat mag ik zo meteen gelijk gebruiken om het steen hier aan te vullen. Want natuurlijk, dat stenen vloertje hier moet eruit en moet vervangen worden voor dirt. Maar eerst moet de rest van het steen ook weg hier. En dat is weer chill om gelijk te gaan smelten zometeen. Maar ja, dan heb ik weer kool nodig. En dat hebben we niet. Zeg iemand een reactie achterlaten over dat je ook gewoon met lava dat kan doen. Je kan natuurlijk een soort dripstone lava pool maken. Maar dan moet ik even een YouTube filmpje kijken, want ik heb er geen idee hoe je dat doet. Of iemand moet me dat uitleggen die ook in Cold Hot Veins zit. Ik weet niet of een Nathan of zo dat snapt. Vast wel met zijn farm gedoe en zo. Of er is nog een betere manier dat je kelp farm maakt en dat je dan altijd kelp gebruikt als smeltspul. Dat kan ook natuurlijk. Chillen aan dit is dat ik wel kool tegenkom. Dus op zich heb ik dan zometeen wel weer wat kool, want dit is behoorlijk wat moet ik zeggen. Om precies te zijn 1,5 stack. Nou, dat is helemaal top, weet je. Dus in dat opzicht gaan we het misschien ook nog wel redden om dit naar normaal steen om te kunnen zetten. Laten we dat ook vast doen in de tussentijd. Want ik bedoel, het kost natuurlijk wat tijd om dat te smelten, omdat het kool kost. En gewoon, ja, smeltingtijd. Dus als we dat in de meanwhile nou vast gewoon gaan smelten en dan door blijven hakken, dan zijn we op een slimme manier bezig. Beetje praktisch ook. Hè, hè? Oh my days, wat kostte dat veel tijd? Kijk hoeveel cobblestone ik weer heb hier. En dit gewoon nog in mijn inventory. Dat is echt niet normaal, jongens. Weer zoveel steen hieruit kunnen grijpen. Oké, nu moet ik de muur natuurlijk nog netjes maken, want ja, je ziet aan de hoogte hoeveel ik weg heb moeten hakken. Dan moet ik het hier ook nog een beetje uitbreiden die kant op. Dus ik denk dat die boom ook nog weg moet. En dan moet ik een vormpje gaan maken. Maar laat ik als eerst, dat is denk ik het meest belangrijk, even de muur herstellen, want dit ziet er niet uit, jongens. Laten we even snel de muur herstellen. En kijk, nu ben ik erg blij dat ik dat cobblestone ben gaan smelten in de tussentijd dat ik ben gaan hakken. Want dat bespaart me natuurlijk heel veel tijd. Ah, een beetje vooruitgedacht, hè, jongens. Ik kan wel een beetje nadenken. Kijk, dit is top. Dan doen we er nog meer bij. Dat verdelen we dan over deze hier. Zo, hoppa. Daar zit nog wel genoeg in, hè. Ja, maar er kan nog wel meer in. Ik denk dat al dit cobblestone er ook nog wel in kan. En kijk, dit ziet er eigenlijk wel uit als een perfecte plek voor een pad. Ik wilde hier ooit een huis maken voor Jordi en zo. Maar die stikken er maar in. Maak ik wel een keer een nieuw huisplekje voor. Want ik denk dat dit juist een mooie plek is voor een pad. Thans ligt eraan hoe het eruit gaat zien natuurlijk, hè. Maar misschien wel. Misschien is het een mooie plek voor een pad. Nou, komt-ie. Hop, 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 hop. Flop, 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 flop. Flop, flop. Klop, 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 klop. En de rest spreekt voor zich. Oké, dan zijn de pilaren. Dat is de eerste stap natuurlijk. Dan moet die nog opgevuld worden. Maar ik heb, ja, hè, wat een verrassing. Niet genoeg steen daarvoor. Althans, niet genoeg normaal steen. Want het cobblestone is er wel natuurlijk. Maar we zijn een beetje kort aan stone. Dat smelten, dat duurt wel lang. Laten we even kijken of Floor wat heeft. Misschien kan ik van Floor stelen. Let niet op mijn Floor. Ik kom even lenen. Stelen, zoals Henkie zou zeggen. Stelen en nooit weer terugbrengen. Maar we noemen het lenen. Heb jij steen? Je hebt steen. En kijk, ik zie dit als belasting, Floor. Je moet gewoon belasting betalen aan hier mogen wonen. Ook al heb ik je een soort van gekidnapt hier naartoe. Dus ik bedoel, dat is niet helemaal vrijwillig jouw keuze. Een soort van ook weer wel, maar toch ook weer niet. Dus zie dit maar gewoon als belastingdienst die je moet betalen om hier te zijn. Je maakt wel een prachtige tijd mee hier, hè, in Kingdom Content. Ik bedoel, het is wel een kingdom met veel succes en ja, voorspoed. Weet ik voor je het allemaal wil noemen. We zijn groot. Hey! Hey! Ja! Ik wil jou!
Ik wil jou. Jij bent de nieuwe Bob. We hebben een Bob 2.0. We hebben hem, jongens. Kennen we Bob 1.0 nog? Ik weet niet eens meer welke aflevering dat was. Oké, Bob. Bob 2.0. We gaan jou... Ik wil jou. Wacht. Je mag niet ontsnappen. Waar ga je... Waar wil je chillen? Zeg het maar. Dan bouw ik je vanaf daarin. Hier? Oké, prima. Vanaf hier. Zo. En geen kan meer op Bob. Ik ga een nametag voor je halen. Oh, dit is grandioos, jongens. Dit is speciaal. Bonkie. Ik heb voor jou één nametag nodig. Dankjewel, Bonkie. Dankjewel. Bob 2.0. Oh nee, het wordt nacht. Dan wordt hij onzichtbaar. Nee, dat mogen we niet hebben. Volgens mij werd het nacht. Ja, kijk. Oh. Oh, we moeten snel zijn. Het wordt nacht. We moeten snel zijn. Oh nee, ik denk dat hij zichzelf onzichtbaar gaat maken. Die villages namelijk, jongens. Als het nacht wordt, dan gooi je die een potion op jezelf. Dan zijn ze onzichtbaar. En ik weet niet of het dan nog wel werkt. Daar is hij. Daar is hij. Bob. Bob. Bob is geboren. Ah, het is... Oh. Ik denk dat we net op tijd waren. Oh. My days, Bob. Jij... Ik had ook gewoon trouwens kunnen slapen, maar je zag het. Als het nacht wordt, worden ze onzichtbaar. Nu is hij even gone. Damn. Oké, Bob, blijf daar vooral. Oh, daar hebben we hem alweer. Zijn nametag werkt nog. Gadverdamme, wat een geluid. Oké, laten we hem rondlopen of... Wat doen we met hem? Bob, wat wil je? Wil je... Weet je wat? Je bent een vrij man. Ik bedoel, ga waar je heen wil. Maar onthoud, verlaat me niet zoals Bob 1.0. Bob 1.0 had mij op een mysterieuze manier ineens verlaten. En die heb ik nooit meer gezien of gesproken. Dus ik hoop dat Bob 2.0... Jij wel, alsjeblieft, blijf in mijn dorp. Ik bedoel, je hebt een mega veilige plek hier. Ga nou niet weer de open wijde wereld in. Bob, ik moet wel zeggen dat je lama's of alpaca's... Ik vond dat zijn een gevaar zijn voor mijn samenleving. Want zij hebben een keer een van mijn koeien vermoord. Niet deze twee hoor, maar dit zo... Ja, kunnen jullie wel aankijken met z'n drieën. Maar dit waren ze toch echt op. De lama's zijn eigenlijk niet echt welkom, maar... We gaan kijken of we het vol kunnen houden. Hoe lang we het vol kunnen houden. Hoppakee, dat is ook weer gedaan. Het ziet er daar alleen een beetje gekkig uit. Dus laat ik dit even fixen. En dan is het gedaan. Oké, als het goed is, ziet het er nu iets minder derpy uit. Ja, kijk, dat is al een stuk beter. Oké, dan nu. Al dit steen moet dirt worden. Maar gelukkig is dat al gedaan. Want daar heeft Bob mij natuurlijk heel goed mee geholpen, hè, Bob. Daardoor was het al lang gedaan. De kijkers hadden het ingebeeld dat het allemaal steen was. Het is niet dat ik het heel snel nu even dirt heb gemaakt of zo. Nee, hè, Bob. Dat heb jij allemaal gedaan. Oké, wat een verandering hier, moet ik zeggen. Het is echt ineens, ja, plat. En dit ziet er netjes uit. Maar ja, dat ziet er natuurlijk helemaal poep uit. Maar ik ga dat nu niet mooi maken. Want wie weet moet het dan nog verder uitgebreid worden. En dan heb ik helemaal mijn best gedaan om het mooi te maken. Ja, dat is zonde. Wat ik nu wel ga doen, is proberen een vormpje te maken. En waarschijnlijk moet ik dan hier even vliegend dirt maken. Maar dat is niet erg, want dan kan ik daar een indicatie natuurlijk maken over waar ik die cliff moet maken. Oké. Daar gaan we hoor. Even een vorm. Oh, dit wordt nog wat. Een beetje te kijken hoe het leuk ovaal kan. En ik denk dat dit op zich wel kan, zoals dit. Je moet niet opletten, het wordt niet zo simpel natuurlijk hoor. Het wordt wel echt met een mooiere vorm dan dit. Of een mooiere vorm met een mooiere buitenkant met pilaren en weet ik veel wat allemaal. Maar eerst moet ik alleen naar de grootte gaan kijken. Met hoe groot ik het wil. In principe wil ik hem best wel groot hebben. En dan, ja, zoals ik al eerder zei, is dit te klein. Even kijken hoor. Ik ga hem aan deze kant maken, want dan kan ik wel helemaal checken of de vorm een beetje goed is. Ik denk dat als ik hem zo zie dat hij dan toch te lang is. Dus als ik hem dan nou ietsje korter maak. Gewoon echt een stukje inkort. Misschien dat hij dan alsnog ovaal is. Maar dan is hij iets minder lang. Dan is hij wel echt een beetje te gekke vorm. En dan niet te gek op een goede manier. Kijk, dit is al beter denk ik, hè. Zoals nu. In principe zou dit dan de vorm zijn. Want dan vanaf hier krijg je gewoon weer die langwerpige kant. Dat is denk ik wel een leuke vorm, hè. Misschien zelfs dit dan zo. En dan moet je dit als arena voorstellen. Kijk, en dan kan ik hier natuurlijk, zoals aangegeven, de cliff naar beneden maken. Nou, daar kan je misschien huizen voor zetten die de cliff bedekken. Of je kan er zelfs een cave in maken. Verzin het. Dat kan van alles kan gebeuren ermee. Maar ja, dit zou dan in ieder geval de vorm zijn. En dan moet ik hier ook nog aan de slag om het netjes te krijgen. Maar ja, dat is ook weer zoveel gedoe om dat nu te doen. I mean... Nou, op zich valt het trouwens wel mee. Dus ik een beetje met de vorm mee zou moeten denken, zoals dit. Nou, dat kan nog wel. Zo, hoppakee. Ja. Kijk, zoals jullie zien is dit nu de vorm. En hier hou ik het voor nu bij, zodat jullie me even kunnen helpen. In de reacties kun je namelijk achterlaten van Max. Ik vind hem misschien net te ovaal langwerpig-achtig. Kan je hem iets kleiner maken en dan ietsje ronder. Of kan je hem juist iets kleiner maken en dan gewoon groter ronder als het ware. Dat hij misschien helemaal tot hier komt. En niet helemaal tot hier. Dus dat hij bij wijze van...
van een beetje zo gaat. Dat het hier gewoon een rondje is in plaats van een ovaaltje. Ik denk dat dat ook wel heel leuk kan zijn als hij gewoon rond is in plaats van ovaal. Laat maar even weten. Maar voor nu, jongens, ga ik deze aflevering afsluiten. Want er zit weer heel veel tijd en er is weer heel veel gedaan. Hele muur zijn geüpgrade. Ik heb allemaal gemined, gekoper dingen gehaald, weet ik veel wat. Dan is de progressie, zie je misschien wat minder, maar jullie weten dat er veel tijd in zit. Dus voor nu, bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, want dat vond ik wel. Kijk zeker even deze video, want in deze video... Wat heb ik in deze video gedaan? Weet ik veel. Dit was ook een content veen aflevering. Hele leuke video. Ik zou hem zeker ook eventjes kijken als ik jou was. Spreek je later, glaasje water, 4 flesje bier. En tot de volgende keer. Yeah!